We hebben daarnet de launching gehad van onze jaarlijkse kerstpottenactie. Het leger is hels, oftewel de Salvation Army, is in 129 landen. En elk jaar rond deze periode worden er dan fondsen vergaard om mensen die veel minder hebben, toch een gezegende of een goede kerst te geven. Ik ken deze organisatie persoonlijk en ik ga u zeggen waarom. Ook ik behoorde ooit eens tot een Mofina Wang. Ook ik was een klein jongetje dat opgroeide in Suriname, waarbij mijn moeder er alleen voor stond. Ook ik ben die Prasi Osso Boy van de Hoge Straat, Schemmelpenningstraat. Ja? En ik weet nog dat mijn moeder hier kwam voor een stukje donatie. En toen at ik kerstbrood met kaas. Begrijpt u? Dus het is iets emotioneel. En als ik vandaag hier sta, deze kleine jongen die iets mag terugdoen voor die samenleving, dan zal ik ook niets nalaten. Persoonlijk niet, maar ook vanuit het commissariaat Paramaribo Noordoost, waar ik de leiding heb. Ik zal niets nalaten. Er is geld in mijn portemonnee. Ik weet niet hoeveel het is, maar ik pak die hele hap eruit. Kijk, ik heb het niet geteld. En ik breng het naar de kerstpot. Dat is een persoonlijke titel. Niet als deze. Dit is geen gemeenschapsgeld. Dit is naar mijn money. Kijk, alsjeblieft. Ja. Voor onze kerstpottenactie. Ik hoop dat velen mijn voorbeeld zullen volgen. Maar ik mag tegelijkertijd met u ook delen dat vanuit het commissariaat Paramaribo Noordoost, dat wij vanuit het districtsfonds, in navolging van, als ik het goed heb, Self-Reliance, ook 5000 SRD gaan doneren en wij gaan het overmaken. Dankjewel DC. Mag ik nog een round applaus voor de DC? Vandaag ga ik 3 keer 5000 SRD, 15.000 doneren aan de kerstpottenactie. Ik heb daarnet ook weer goed nieuws ontvangen. Meneer Ben Oliveira geeft niet alleen 15.000 vandaag, maar hij zegt dat hij ook 10 pakketten in zijn auto heeft die hij direct gaat doneren. Dus ik wil nog een warm applaus voor meneer Ben Oliveira. Van het jaar willen we wederom 350.000 SRD ophalen om zo 1500 mensen te bereiken met een kerstpakket. We have so far received donations from Self-Reliance and that is 5000 SRD yes. Fatom gave 10,000 SRD Quality gave 15,000 SRD.
bedankt. Zoals gezegd wordt het geld nu overgemaakt. En hier kunt u dat lezen. 5000 SRD namens commissariaat Paramaribo Noord wordt overgeschreven op het rekeningnummer 1082582. Dat is dan de Surinaamse bank, DSB.